Breda Nu. Waar zijn we? Bij het Pietenhuis. Bij het ambachtelijke Sinterklaas Pietenhuis, hè? Ja. In Breda stad. Ja. Ja. Sinterklaas is alweer een tijdje in het land. In Breda heeft de Sint een ambachtelijke bakkerij waar pepernoten gemaakt worden. Kinderen kunnen in deze bakkerij schoorsteen gooien of een speculaaspop versieren. Ja, ze vinden het echt helemaal leuk. Dan komen ze binnen en dan zien ze al die koeken en denken ze, oh, lekker! En als je ze dan vertelt dat ze eigenlijk alles erop mogen smeren wat ze zelf willen, nou, dan gaan ze eigenlijk helemaal wild op. Dus ja, volgens mij vinden ze het wel leuk. Hoe is het om in uw eigen Breda's bakkerij te zijn vandaag? Ja, dat is helemaal geweldig natuurlijk, hè. En ik nodig eigenlijk alle kindjes uit in Breda en omstreken om even in de ambachtelijke bakkerij te komen kijken. Wat kunnen ze allemaal doen in de ambachtelijke bakkerij van u? Ja, zoals je ziet, we kunnen hier koekjes bakken, tekeningen maken en schoorsteen werpen. Dan kunnen we kijken of dat we ze kunnen gebruiken naar Zwarte Piet. Koekjes gebakken net. Ik heb eieren goed gemaakt. Dat zie je wel hier. Ja, en dat hebben we tot nu toe gedaan. Ben je ook op de foto geweest met de Sint? Ja. Wat heb je allemaal gedaan hier? Gekleurd. Gekleurd en wat nog meer? En die zakjes in de schoolkasten gedaan. En ging dat goed? Ja. Breda Nu.